even stoppen worden. Dus de soeprij, deze twee gelijk krijgen. Taekwondo is een Koreaanse verdedigingskunst. Het lijkt niet op judo. Bij judo ben je vooral bezig om elkaar vast te pakken en op de grond te werpen, terwijl wij veel meer traptechnieken en handtechnieken hebben. Maar eigenlijk is taekwondo ontzettend breed. We hebben heel veel onderdelen. De wedstrijdsport waar wij aan deelgenomen hebben recent op het WK bestaat uit sparren, dat is tegenover elkaar, punten proberen te maken. We hebben ook tool, dat zijn patronen. Eigenlijk is het super gevarieerd. Met het grootste verschil met bijvoorbeeld judo is dat wij veel meer trap- en stoottechnieken hebben. En je bent heel bekend in de taekwondo-wereld. En we hebben wat lessen bij je mee mogen maken. Daar zien we jong en wat ouder publiek. Maar tot welke leeftijd speel je taekwondo? Taekwondo kan je zolang als je leeft blijven doen. Alleen als je natuurlijk heel jong en vitaal bent, dan kan je het net wat explosiever allemaal doen. En dan ben je misschien wat mobieler en leniger. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een 30-plus groep. We hebben hier mensen trainen van in de 50. Dus zeg maar, het jongste lid is een jaar of 5, 6. En dat gaat tot en met 50-plus. Kunnen mensen gewoon een keer bij je komen kijken hier op de school? Ja, zeker. Van harte welkom. We hebben verschillende leeftijdsgroepen en we hebben altijd 4 gratis proeflessen. Ja. En omdat ik al zei, want ik vertel maar echt een klein stukje. Taekwondo is zo breed, dat kan je in een paar minuten niet uitleggen. Dus daarom zeggen we ook altijd, kom lekker 4 keer meedoen. Dan krijg je een goed beeld van wat het allemaal is. Je moet geduld kunnen hebben. Je moet geduld hebben om jezelf te willen blijven perfectioneren. Maar als je houdt van lekker wat conditiewerk, dan is het ook echt super geschikt. Zelfverdediging, je bouwt zelfvertrouwen op. Dus eigenlijk is het echt voor heel veel mensen iets leuks om te doen. We zijn er ingegaan met het idee van, ja, je kan in de eerste ronde liggen. Maar ik weet ook dat hij heel talentvol is. Nou, Tim, hoe was het voor jou toen je daar aankwam? Nou, toen ik daar aankwam had ik zeker wat gezonde spanning. Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht van die derde plak. Maar ik legde wel gewoon focus op de wedstrijd zelf. En daar ging ik gewoon helemaal op en gewoon niks meer laten afleiden. Ja, dat is ook Tim zijn sterke punt, dus zijn focus. Ik geef hem een opdracht en hij voert hem perfect uit. En daarmee heeft hij super goede potten gedraaid en die mooie bronzen plak gewonnen. Wat is tool? Ja, tool is echt ook een heel moeilijk onderdeel. Het is echt een jury-sport. Je hebt vaste patronen, je moet die technieken perfect uitvoeren. Je begint op een 10 en elke fout die je maakt wordt afgeklikt. Je kan het een beetje vergelijken in die zin met een turnoefening. En Anissa, dan ben je daar bezig met die wedstrijd. Ja. En had je al in de gaten heel snel dat het de goede kant op ging? Nou, ja, aan de ene kant dacht ik wel, misschien zou ik deze pot kunnen winnen, maar natuurlijk, je zit daar op een wedstrijd en je durft alleen maar te hopen, want niks is zeker. Zeker omdat het ook een jury-sport is. Dus ik probeerde me gewoon te focussen op zelf zo goed mogelijk lopen, want dat is het enige waar je invloed op hebt. Ik train hier ondertussen zo'n 5-6 jaar bij Cracella ondertussen. En jij ging ook naar dat wereldkampioenschap. Had jij al eerder prijzen gewonnen? Ja, ik heb zeker al eerder prijzen gewonnen. Dat was allemaal bij de junioren. Dus ik had zeker al wat ervaring met eigenlijk als hoogtepunt voor ons Europees kampioen in 2019. Maar ja, dan word je ondertussen senior en dan verandert eigenlijk alles weer. Het niveau wordt weer net wat hoger, net wat fysiekere en sterkere tegenstanders. Ja. En jij hebt meegedaan aan de koningsklasse senioren sparring. En dan lager dan 75 kilo, dat is waar ben je niet, hè? Je bent slank. Ja, klopt, klopt. En voor jou wel de bronzen plak? Ja, ik heb zeker een bronzen plak gewonnen. En het is eigenlijk een hele mooie plak voor ons, aangezien het was ook mijn debuut als senior op het WK. En als senior hebben wij nog geen plak gewonnen internationaal. Dus dit was mijn eerste medaille dan ook op een WK. Alleen op EK's prijzen gewonnen. En ja, ik was gewoon super dichtbij. Ik verlies van de uiteindelijke wereldkampioen. Verlies ik eigenlijk net aan. Hij was in 2019 ook wereldkampioen. Dus ja, het was gewoon super dichtbij. Maar een hele mooie bronzen plak.